Goedemiddag dames en heren. Bij deze open ik de vergadering. Ten eerste wil ik graag de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van harte welkom heten in de zaal. U niet onbekend natuurlijk. Goed, dan stel ik het volgende voor. We hebben twee onderwerpen staan op de agenda. Dat is het GEAS, gemeenschappelijk Europees asielstelsel, en de uitvoeringscapaciteit van de IND. De planning was van oorsprong om dat 2 keer 3 kwartier aan te besteden en in 2 blokken te doen. We beginnen wat later. Dus mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is of ze tijd heeft in de agenda als we iets later uitkomen dan we oorspronkelijk gepland hebben. Ik zie de staatssecretaris instemmend knikken. Goed, dan laten we beginnen bij het eerste onderwerp en dat is het GEAS. Ik stel voor dat we hebben per partij hebben we 1 woordvoerder of woordvoerster. Het zijn allemaal dames op meneer Van Hattem na, geloof ik, ja. En dat we dat gewoon per partij 1 woordvoerder of woordvoerster hebben. En ik ga gewoon de partijen af en ik stel voor dat eerst de fracties een vraag in kunnen dienen. En ik stel voor ook om het kort te houden, kort en bondig, zodat de staatssecretaris extra tijd heeft om te beantwoorden. Want het gaat er eigenlijk ook om de informatie van de staatssecretaris te krijgen. Want we weten allemaal wel van onszelf wat we ervan vinden. Dus de staatssecretaris is in deze, denk ik, wat interessanter om aan te horen. Niet om de collega's af te doen, maar daarvoor hebben we de staatssecretaris naar de Senaat geroepen. Goed, dan kijk ik eerst even of er een... Ik heb een punt van orde, voorzitter. Ja... Welkom aan de staatssecretaris. Dank, voorzitter. Een punt van orde. Ik denk dat het wel galant is, en ik kijk even naar de collega's, om de staatssecretaris eerst in de gelegenheid te stellen om heel kort ons te vertellen over waar zij staat met het GEAS en wat de inzet is van Nederland. En dan klopt het ook precies met uw verzoek dat wat we van haar te horen krijgen natuurlijk belangrijker is dan dat we heel lang zelf aan het woord zijn. Maar dan kunnen we onze vragen ook net iets toegespitster aan haar stellen. Dat zou mijn voorstel zijn. Ik vind het een heel goed voorstel van mevrouw Stine. Dank daarvoor. En dan geef ik als eerste het woord aan de staatssecretaris. Dank, voorzitter. Ik heb zojuist voor het eerst in uw midden een wetsvoorstel mogen verdedigen. Maar dat was in de Ridderzaal, dus dat was nog een beetje anders dan normaal. Ik ben nu hier in de plenaire zaal van de Eerste Kamer en ik hoop dat u zich kunt voorstellen dat het voor mij wel bijzonder is om mij tot u te richten vanaf deze plek en niet vanaf het rostrum. Maar dank dat ik een inleidende tekst kan spreken. En ik dank u dus voor de gelegenheid dat ik met u kan spreken, voorzitter en leden van deze commissie, over het Europese asielbeleid. En mijn inzet ook in Europees verband. Het zal u allen bekend zijn dat Eurocommissaris Johansson met een nieuw asiel- en migratiepact komt. De voorstellen zouden er eerst half april zijn, maar u begrijpt ook, voorzitter, dat vanwege de coronacrisis dat allemaal opgeschoven is. En ik hoop van harte dat het nog voor de zomer gaat lukken. We hebben aanstaande vrijdag een JBZ-raad, maar daar is ook nog niet het pact aan de orde. Dus die JBZ van 5 juni hebben we nog geen pact. Maar wellicht gaat het nog lukken voor de zomer. Die voorstellen zijn er dus nog niet van dat nieuwe pact. En daar kunnen we vandaag ook nog niet echt inhoudelijk over van gedachten wisselen. Maar ik kan u wel toelichten wat mijn inzet is. Laat ik allereerst zeggen dat het mijn opvatting is dat je asielbeleid met een grote dosis realiteitszin moet voeren. Die realiteitszin betekent ook oog hebben voor veranderende omstandigheden en de regels daarop passend te maken. De huidige Europese asielregels zijn onvoldoende toegespitst op de veranderde samenstelling en omvang van de asielstroom. De huidige regels hebben het recht om asiel te vragen als anker, als mede aanspraak of voorzieningen tijdens de asielprocedure. Dat is een gegeven recht. Maar dat gegeven recht heeft ook een keerzijde. Laat ik het maar zo zeggen, zonder aanzien des persoons.
Dus het geldt ook voor asielzoekers uit veilige landen van herkomst. En ook voor overlastgevers. Het geldt ook voor asielzoekers die in Nederland of in andere EU-lidstaten al één of meerdere keren asiel hebben aangevraagd. Een groot deel van onze asielinstroom bestaat momenteel uit deze groepen. Was het zo dat in 2015, 2016, met de Syrië-crisis, ongeveer 80% van de asielzoekers die naar Nederland kwamen, vergunning konden krijgen? In 2019 is het zo dat gemiddeld 70% van de eerste aanvragen worden afgewezen. Kortom, precies de andere kant. En ruim 1/3 van onze instroom in 2019 was Dublin. En dat betekent dat deze mensen al eerder in één of meerdere lidstaten, andere lidstaten waren geweest voordat ze naar Nederland kwamen. En het afwikkelen van die zaken legt een beslag op onze capaciteit en onze voorzieningen. Het gevolg is ook, en dat is echt zorgelijk, een afnemend maatschappelijk draagvlak. Getuigen onder meer de toenemende moeilijkheid om bestaande asielcentra te behouden en nieuwe te openen. Het recht om asiel te zoeken legitimeert ook grootschalige illegale overschrijdingen van de EU-buitengrenzen. Wat leidt tot wantoestanden zoals aan de Grieks-Turkse grens. Mensensmokkelaars weten dit bovendien systematisch uit te buiten. En dat zien we aan de gestage stroom van irreguliere migranten die vanaf de Noord-Afrikaanse kusten en West-Turkije tegen betaling per boot worden overgezet. Het zijn de mensensmokkelaars die daar de motor van zijn. De Unie, als je die één keer bent binnengekomen, dan reizen velen, en die zijn vaak niet geregistreerd, door naar de noordelijke lidstaten. De drijfveer voor het doorreizen is op dat moment niet een politieke of humanitaire, maar eerder een sociaal-economische. En dat is de schaduwkant van Schengen. Gezien deze realiteit is een aanpassing van de EU-asielwetgeving hard nodig. De focus zou daarbij moeten liggen op de implementatie van een verplichte grensprocedure aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Kansarme aanvragen om asiel zouden in die procedure afgewikkeld moeten worden. Direct gevolgd door een terugkeer naar het herkomst- of transitland. Daarvoor zijn ook betere afspraken nodig tussen de Unie en derde landen. Focus zou ook moeten liggen op een sterke verbetering van het Dublin-mechanisme om het asielhoppen en asielshoppen tegen te gaan. Focus zou ook moeten liggen op het versterken van het terugkeerbeleid. Velen zijn het erover eens dat een afwijzing van een asielverzoek gevolgd moet worden door een vertrek uit Nederland en de Europese Unie. Maar door, al dan niet in scherpe bewoordingen, te zeggen dat mensen moeten teruggaan, heb je nog geen terugkeer gerealiseerd. Je hebt dan ook voldoende instrumenten nodig om een terugkeer af te dwingen als degene die hier niet mag zijn, niet op eigen initiatief vertrekt. En ik moet daarbij zeggen, er zijn mensen, best ook redelijke aantallen, die wel op eigen initiatief vertrekken. Ook hier denk ik aan het aanscherpen van de bewaringsregels. Daarnaast is het nodig dat de Europese Commissie streng toezicht houdt op naleving van de afgesproken regels in en door de lidstaten. Als een lidstaat zijn verplichtingen niet nakomt, moeten ferme stappen door de Commissie worden genomen. Als voorbeeld noem ik u dat er bij ons asielverzoeken worden ingediend, voorzitter, door mensen die al een asielvergunning hebben in een ander EU-land. Zij stellen daar als vergunninghouder nauwelijks voorzieningen te krijgen. Als zij daardoor in een erbarmelijke situatie komen te verkeren in dat land, kunnen wij ze niet terugsturen, omdat dat in strijd zou zijn met het EVRM. De verantwoordelijkheid van die lidstaten wordt dan onze verantwoordelijkheid. En de reikwijdte van het EVRM wil ik niet hier ter discussie stellen. Maar wel kan en moet
de commissie in situaties als deze ingrijpen. Want het kan niet zo zijn dat lidstaten wel de vruchten plukken van de Europese samenwerking, maar niet of niet volledig het acquis nakomen. Kortom, ik hecht aan het recht op asiel, maar strengere regels zijn dringend nodig voor hen die hier oneigenlijk gebruik van maken. Het huidige rechtenpakket moet daarom worden aangevuld met een plichtenpakket. Plichten die evenzeer de asielzoeker binden als de lidstaat. En dat is de kern van mijn inzet voor de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Ik wou het hierbij laten als opening. Dank u, voorzitter. Dank u wel, staatssecretaris, voor uw eerste inbreng. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw Adriaanse van de VVD. Dank u wel, voorzitter. En dank u, staatssecretaris, voor de toelichting op het pact. Ik heb daarbij eigenlijk twee vragen. De eerste is, u geeft zelf aan dat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer dat pact zal worden voorgesteld en welke onderdelen het precies bevat. Hoe kunnen we het versnellen? Dat is de eerste vraag. En de andere vraag heeft te maken met de landen die u ook noemde, Marokko, Algerije, Egypte, die nogal terughoudend zijn, of dat is zacht uitgedrukt, om de uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Wat kunnen wij doen, bilateraal, om dat wel te bespoedigen? Dus dat was mijn tweede vraag. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Adriaanse. Dan ga ik naar mevrouw Nanninga van Forum voor Democratie. Dank, voorzitter. Voor nu even geen vraag. Goed, dan ga ik door naar GroenLinks, naar mevrouw Karimi. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank de staatssecretaris voor de informatie. Ik heb een aantal vragen. Allereerst, als u zegt van recht op asiel is een gegeven, en daar ben ik hardgrondig mee eens. En dan zegt u, ik wil dat dan meer in overeenstemming brengen met plichten voor de lidstaten en voor de asielzoekers. Voor de lidstaten begrijp ik, er moet sprake zijn van solidariteit onderling en het moet zo zijn dat het niet alleen één of een enkele staten vluchtelingenopvang bieden, maar eigenlijk alle lidstaten. Maar wat betekent dan voor plichten voor asielzoekers? Zou u daar iets meer over kunnen zeggen? Tweede vraag is, waar staan we nu in de discussies? Nou, dit is uw inzet. Dat is ook bekend, maar tegelijkertijd, sinds de indiening van alle die voorstellen van de Europese Commissie sinds 2015, staat stil. Dus wat is de kans van slagen voor de Commissie met een voorstel te komen die ook echt tot instemming leidt bij de Raad? Dus kunt u ons ook rondom die politieke omgeving iets zeggen? En mijn derde punt is, u heeft vaker gezegd en in brieven geschreven dat u een voorstander bent van structurele oplossing. En nou, dat ben ik ook. Volgens mij iedereen is een voorstander van een structurele oplossing. Maar de structurele oplossing laat op zich wachten in de Europese Unie. Nou, dan komen constant of steeds weer ad hoc suggesties, zoals bijvoorbeeld de suggestie van de Europese Commissie de 1600, als ik uit mijn hoofd goed zeg, 1600 minderjarige asielzoekers uit Griekenland op te vangen. Mevrouw Karimi, wilt u het afronden? Mijn vraag is van, waarom verzet u zich dan daartegen om aan die ad hoc oplossing mee te doen? Structurele oplossing, daar zijn we allemaal voor, daar worden we voor aangewerkt, maar die is er niet. Dus wij hebben behoefte aan ad hoc oplossingen. En dat is één van de ad hoc oplossingen. Dank u wel, mevrouw Karimi. Dan ga ik naar mevrouw Stienen. Zij vertegenwoordigt D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de staatssecretaris en haar medewerkers voor een inleiding die al wat inzicht geeft. Ik heb een paar vragen. Onder de vorige commissie zijn eigenlijk best wel wat resultaten bereikt. Dus wij zijn benieuwd wat daarvan wordt meegenomen en wat daar specifiek in wordt veranderd.
het zou zonde zijn om helemaal weer opnieuw te beginnen. Het Europees Parlement heeft ook een aantal dingen al goed kunnen regelen. Ik ben ook benieuwd, dat is mijn tweede vraag, naar hoe de staatssecretaris in die Europese samenwerking, in dat nieuwe pact, het VN-vluchtelingenverdrag ziet. In het regeerakkoord staat dat de regering gaat zich, heeft een onderzoekscommissie ingesteld. Ik ben wel benieuwd waar we daarmee staan. En ik zie eigenlijk ook wel een link met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als het gaat over non-refoulement en Libië en pushback vanuit Malta. We zien toch echt vreselijke taferelen. En waar staan wij dan als Nederland? En dan het punt draagvlak. En dat sluit ook wel aan bij de vraag van mevrouw Karimi. Als we in Nederland 100 gemeenten hebben die 8 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen, dat is echt behoorlijk veel draagvlak. En die zeggen, beste staatssecretaris, help deze kinderen. En dat wordt niet gedaan. En dan zeggen we tegelijkertijd, we willen met derde landen terugkeerovereenkomsten afsluiten, afspraken maken. Als derde landen, Egypte, Marokko, Nigeria, zien dat we zelfs in ons Europese broederschapsverbond ons niet echt goed aan onze eigen afspraken en solidariteit houden. Waarom zouden zij überhaupt met de Europese Unie terugkeerakkoorden willen afsluiten als onderlinge solidariteit bij de EU niet werkt? En tot slot, ben ik ook benieuwd, het onderwerp legale migratie. De staatssecretaris heeft het over hoe mensen misbruik maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie wel dat het om 17% gaat, veilige landers. Er zijn nog steeds heel veel mensen die uit landen komen waar de situatie niet zo dusdanig is. Mevrouw Stine, wilt u het kort houden? Omwille van de tijd? Ja. Dat zal ik doen, maar we zijn als D66 wel heel benieuwd naar hoe de staatssecretaris zich ook op het punt van legale migratie binnen het GEAS gaat inzetten. Dank. Dank u wel, mevrouw Stine. Dan ga ik naar mevrouw Vos van de PvdA. Dank u wel, voorzitter. En dank u aan de staatssecretaris voor de korte uiteenzetting van haar inzet bij het GEAS. Ik heb daar nog ook een vraag over. U zei dat u de Dublin-regeling wou gaan versterken. Maar is dat überhaupt nog een oplossing? Is het ook niet een idee om daar helemaal niet meer van uit te gaan? Want het is veel te veel druk op de landen die aan de buitengrens zitten. U kunt ook met de huidige problematiek ook gewoon die Dublin, dus het hele gedoe met Dublin laten vallen en gewoon de behandeling, de verzoeken in behandeling nemen. Een andere vraag ten aanzien van het GEAS, dus ik ben benieuwd of u al een beetje heeft gepeild hoe andere lidstaten staan tegenover de inzet van Nederland. En mijn laatste vraag gaat inderdaad over een actueel probleem. En dat is de opvang van de AMV's, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarvan zegt de Nederlandse regering, wij willen niet meewerken aan een ad hoc oplossing. Het probleem is juist dat Griekenland heeft een structureel probleem, namelijk veel te veel mensen in die kampen, en heeft gevraagd, help ons, en heeft gevraagd aan de andere lidstaten, help ons en neem ze over en zetten jullie hun procedureaanvraag voor. Dat is volgens mij de vraag, niet om hen permanent op te vangen. En als mensen geen recht hebben op asiel, dan is het ook niet zo dat u bang hoeft te zijn voor gezinshereniging. Het was een concrete vraag van de Griekse regering om een aantal van die aanvraagdruk ook te verminderen. Ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dat een ad hoc oplossing is. Dat is toch een structurele oplossing? Graag daar een antwoord op. Dank u wel, mevrouw Vos. Dan ga ik naar meneer Van Hattem van de PVV. Ja, dank u, voorzitter. Van mijn kant zou ik eigenlijk meteen willen beginnen om de staatssecretaris nogmaals op te roepen om vast te blijven houden om die in verschillende gemeentes voorgelegde motie vanuit het asielnetwerk van vluchtelingenwerk, om die niet uit te voeren. Want er staat wel degelijk in dat er opvang moet plaatsvinden. En ik hoorde verschillende linkse partijen hiervoor pleiten. En dat zou zeer onwenselijk zijn om dat in het kader van het GEAS bijvoorbeeld mee te nemen. Dus ik roep de staatssecretaris op om dat ook in het kader van het GEAS niet te doen. Voorts, ik hoor de staatssecretaris een aantal zaken noemen in het kader van realiteit. Nou, in ieder geval goed om te zien dat de staatssecretaris een hoop problemen onder ogen ziet. Dat het niet alleen maar koek en ei is in de wereld van de asielzoekers en de asielindustrie. Dat 70% inderdaad van de eerste vragen moet worden afgewezen omdat ze uit veilige landen komen. Maar ik begin toch wat meer moeite te krijgen met het punt wat de staatssecretaris noemt om via de Europese Commissie druk uit te oefenen op landen die eigenlijk een te slechte of sobere opvang bieden. En waarna vervolgens de
asielzoekers naar Nederland toe doorreizen. Is het dan niet gewoon een veel realistischere oplossing om te zorgen dat hier de opvang soberder is, dat hier geen luxe asielverblijven zijn, zodat ze hier ook niet naartoe komen. Dat hier, wij hier zorgen dat onze eigen grenzen gesloten worden, dat daar maatregelen voor worden genomen. Want nu wordt er de macht bij de Europese Commissie gelegd. En straks heeft u als staatssecretaris, u kunt dan zeggen van ik wil van de realiteit uitgaan, maar wat heeft u straks nog te vertellen als die Europese Commissie ook die druk op Nederland kan leggen? Dan kunnen we die realiteit ook niet meer toepassen. En dan ligt het spel in Brussel en niet meer hier in Den Haag. Daar had ik graag een reflectie op van de staatssecretaris. Dank u, meneer Van Hattem. Dan ga ik naar mevrouw Huizinga van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook de staatssecretaris graag danken voor haar heldere uiteenzetting nu en ook al in de ridderzaal net. De staatssecretaris zegt, ik sta voor een realistisch, ik wil het asielbeleid realistisch bekijken. En het is ook, en dat, ik denk dat we dat hier met elkaar eens zijn, een ongelooflijk lastig en moeilijk onderwerp. Dus het zal sowieso moeilijk zijn om daar een helder antwoord op te geven. Ik heb vanuit dat realisme gezien nog een aantal vragen. U zegt er is afnemend draagvlak. Nou, dan sluit ik aan bij de drie dames aan de overkant. Die zeggen van ja, maar waar wel draagvlak is, namelijk voor het opnemen van een aantal kinderen op verzoek van Griekenland, waar een soort roep om gaat, laten we dat doen. Daarvan zegt u nu juist, nee, dat doen we niet. U zou dat ook als een manier kunnen zien om weer iets positiefs in dat hele asieldebat te brengen en te laten zien dat het heus niet allemaal gaat om mensen die willen profiteren van die zeg maar economisch willen profiteren en eigenlijk best terug zouden kunnen zijn in hun eigen land. Dan zegt u veel reizen door naar noordelijke landen om dat argument. Maar ja, ik zie toch ook nog heel veel vluchtelingen in Italië en heel veel vluchtelingen in Griekenland en die bezwijken bijna onder die vluchtelingenlast. Dus er zullen er wel veel doorreizen naar de noordelijke landen, maar er blijven toch ook heel veel daar hangen in toch behoorlijke erbarmelijke omstandigheden, waar wij als Europese Unie die landen ook een beetje mee laten zitten. Dus zou het ook geen realistische kijk zijn om te zeggen van op wat voor manier kunnen we daar nu een oplossing voor vinden. En dan heeft u het over terugkeerbeleid. Nou eigenlijk, ik heb me al best lang met het asielbeleid bezig gehouden, een tijdje niet, maar in begin 2000 toch ook wel. En toen was het terugkeerbeleid ook al een groot probleem. Ik heb daar nog nooit enige vooruitgang gezien. Dat landen er wel toe te bewegen zijn om, bepaalde landen er wel toe te bewegen zijn om vluchtelingen, asielzoekers, afgewezen asielzoekers weer op te nemen. Dus ik ben benieuwd welke voorstellen, welke ideeën u daarover heeft dat dat nu misschien wel zou lukken. En heb ik nog een heleboel vragen, maar voordat ik tot de orde geroepen word, stop ik nu. Dank u wel, mevrouw Huizinga. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de staatssecretaris. Hij heeft een boel vragen gekregen en ook een boel meningen. Dus ik zou zeggen, maakt uw borst maar nat. Ja, voorzitter. En het G-jas te blijven, make your breast, maar wet, nee hoor. Allereerst laat ik hartelijk dank voor de vragen die gesteld zijn. Het zijn belangrijke vragen en ik ben ook heel blij dat ik hier kan uitleggen hoe Nederland de vragen van de vraag van de Griekse regering heeft beantwoord over de minderjarige migranten. Allereerst de vraag van mevrouw Adriaanse. Hoe kunnen we het pact versnellen? Dat is een hele lastige. Ik zou daar heel graag ook een soort slagroomklopper voor willen hebben om dat te kunnen doen. Het is wel zo dat we bij ieder overleg, en ik heb meerdere keren een overleg of het om allerlei redenen met ook met mevrouw Johansson en met andere collega's uit de lidstaten. En dan hebben we het over het pact. En hoe is het ermee en hoe gaat het ermee? Ambtelijk wordt daar natuurlijk ook heel veel aan gedaan. Maar het enige wat we kunnen doen is daar voortdurend naar vragen en vragen hoe de stand van zaken is. Maar eerlijk gezegd, vanwege ook de coronaproblematiek en het heel veel stil heeft gelegen, of althans moeizaam vergaderd kon worden, begrijp ik wel dat het niet half april gekomen is.
En als je dan ziet dat, zeg maar, een beetje, dat je 2 maanden, toch wij allemaal een beetje 2 maanden stil hebben gelegen vanwege corona, dan zou je zeggen, nou, het had half april moeten komen, hopelijk komt het nu half juni. Ik hoop dat het, en dat heb ik al gezegd, ook in mijn eerste termijn, en ik verwacht ook wel dat het voor de zomer komt. Want als het na de zomer komt, ja, dan hebben we zoveel tijd verloren. En wat ik wel positief vind van de commissaris, mevrouw Johansson, die is echt heel erg gemotiveerd om met een pak te komen. Maar ook met een pak te komen wat draagvlak heeft. Want om iets, zeg maar, naar buiten te slingeren, bijna zeker wetend dat je niet, de handjes er niet voor op elkaar krijgt, of althans een heleboel handjes er niet voor op elkaar krijgt, heeft ook geen zin. Dus ze probeert ook wel een pak voor elkaar te krijgen waar de kans op succes groot is. Dat kost gewoon tijd. Maar ik hoop van harte voor de zomer. En wat, u heeft ook een vraag gesteld, en dan kom ik ook bij mevrouw Huizinga, die heeft daar ook iets over gezegd, over het terugkeerbeleid, hè, Marokko en dergelijke. Wat kunnen we doen? Wat we kunnen doen is dat het kabinet zet zich nu kabinetsbreed ervoor in om aan dat terugkeerbeleid te werken. Tegelijkertijd moeten we wel in de gaten houden, en dat wil ik toch even ook hier benadrukken. En we hebben een Nederlands spreekwoord, wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. En dat geldt ook voor terugkeer. Maar ik moet wel zeggen dat wat terugkeer betreft, Nederland een van de beste percentages heeft ten opzichte van alle lidstaten. Wij staan geloof ik nummer 3 met de hoeveelheid percentueel mensen die we via kunnen laten terugkeren. Dat is lang niet genoeg, maar ik vind het toch wel prettig om dat te kunnen zeggen. En dat is ook mede dankzij de enorme inspanning die de dienst terugkeer en vertrek doet. Wat we natuurlijk altijd hopen, en daar zetten we ook heel erg op in, is dat mensen zelfstandig vertrekken. Maar dan moeten er wel papieren zijn. En dat is vaak ook lastig. Dan is er gedwongen vertrek. Gedwongen vertrek is ook niet eenvoudig, maar dan moeten er papieren komen. En het kost vaak veel moeite en tijd om bij de vertegenwoordigingen van de landen van herkomst hier in Den Haag papieren te krijgen voor degene, zoals dat dan heet, een laissez-passer, om ze te kunnen laten terugkeren naar het land van herkomst. Daar gaat vaak heel veel tijd mee verloren. En ik hoef u niet te vertellen dat je onder Dublin de bewaring niet al te lang kan volhouden. En als die termijn verlopen is, na 18 maanden sowieso de termijn, dan is het niet meer mogelijk om iemand ik heb het nu over Dublin, ik haal 2 dingen door elkaar. Maar het is dus heel lastig om na een zekere termijn, wanneer je iemand in bewaring hebt gehouden, omdat je denkt dat je iemand terug kunt laten sturen, dan is de bewaring ter termijn voorbij. En dan, als het dan zo is dat dan toevallig toch die laissez-passer is gekomen, dan komt het nogal eens voor, nogal vaak voor, dat de betrokkenen niet meer in het vizier is van de dienst terugkeer en vertrek. Dus dat maakt het dan weer moeilijk. Dan heb je je papieren, maar dan is de persoon in kwestie er niet. Dus het is best een heel hardnekkig geheel. Maar er zijn ook met verschillende landen, we hebben wel succesboeken. Maar dan is het dus ook lastig om dan op tijd de personen in het vizier te hebben om ze te kunnen laten terugkeren. Dus het is best ingewikkeld, maar daar wordt hard aan gewerkt, ook door de dienst terugkeren en vertrek. Eerlijk gezegd moet ik ook zeggen dat er hier toch wel verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in Den Haag zijn die goed meewerken om het laissez-passer te verstrekken. Er zijn ook sommige waar je nooit een antwoord van krijgt. Die zijn er ook. Dat maakt het allemaal lastig, maar er wordt hard op ingezet en het is echt iets wat kabinetsbreed aandacht heeft. Dus wat kunnen we doen? Er hard aan werken. En ik hoor van mevrouw Huizinga, dat was jaren geleden al een probleem. En dat probleem, ja, dat wordt er inderdaad ook niet minder op. Maar we proberen, wij doen ons uiterste best om te zorgen dat we zo goed mogelijk resultaat boeken. En nogmaals, ik wil echt niet zeggen van god, we zijn veel beter dan een heleboel anderen. Maar dat is ondertussen wel zo. Dan mevrouw Karimi, die vroeg naar de plichten van de asielzoekers. De plichten van asielzoekers, kijk even. De plichten van asielzoekers is ook om zich te houden aan de regels die wij in Nederland hebben.
even voordat het misschien... Mevrouw Karimi, ik wil eerst eventjes graag de staatssecretaris haar verhaal laten doen, want anders komen misschien andere antwoorden niet aan bod en dan kunnen we daarna altijd nog even een tweede ronde doen. Nee, maar voorzitter, als ik mag, ik geloof dat mevrouw Karimi iets anders bedoelde dan ik ga zeggen. Oh. En dan slaat het nergens op wat ik ga zeggen. Ja. Nee, want u zei uw inzet is om het recht op asiel, en dan heeft u gezegd uw inzet is dat dat naast recht op asiel ook plichten voor asielzoekers en lidstaten in dat pakket komen. En ik heb gezegd, ik begrijp wat u bedoelt met lidstaten, maar ik begrijp niet wat u bedoelt met asielzoekers. Wat wilt u daarin bereiken in Europa, als het om plichten gaat? Voorzitter, aan plichten denk ik ook dat het belangrijk is dat de asielzoeker zich ook houdt aan de regels die dan in dat nieuwe systeem er zouden zijn. Op dit moment is het zo dat asielzoekers heel veel keren opnieuw asiel kunnen aanvragen. Ik weet dat sommige landen dat op een andere manier benaderen, maar in Nederland is dat mogelijk. En dat blijkt ook uit de Europese regelgeving. Ik denk dat het goed is om ook daarin een beperking te leggen. Ik wil niet zeggen dat je maar na één keer het mag doen en daarna nooit meer. Dat zeg ik helemaal niet. Maar er zijn mensen die voor de 8e of de 9e keer komen. En iedere keer weer moeten we weer kijken of het zo is, of er niks verandert enzovoort. En die plichten, dat soort dingen, en ook je te houden aan de regels in de lidstaat waar je dan zou willen zijn. En ook het doorreizen en al dat soort zaken, ook Dublin, die plichten die daarmee gemoeid zijn, dat is wat wij bedoelen met de plichten van de asielzoeker. We hebben regels en ook de asielzoeker zal zich aan die regels moeten houden, wat die regels dan zijn in het huidige systeem, maar ook in het nieuwe systeem. Dan is de vraag van mevrouw Karimi, wat is de kans van slagen voor de commissie? En dat is bedoeld u met het pact, hè? Waarom zouden de lidstaten nu wel opeens iets kunnen bereiken, terwijl het tot nu toe even wat lastig, om het voorzichtig te zeggen, wat lastig is geweest? En de Europese Commissie moet met nieuwe voorstellen komen. En daarbij hebben ze natuurlijk, denken ze heel goed aan de knelpunten en de problemen die ontstaan zijn bij de vorige besprekingen. Want die hebben tot nu niet veel geleid. Hè? De besprekingen van 2016, daar zijn we niet veel verder mee gekomen. En de afgelopen maanden heeft de Eurocommissaris Johansson bilateraal vertrouwelijk gesprekken gevoerd met de lidstaten. Want ze wil gewoon, van iedere lidstaat wilde ze gewoon horen van hoe kijk je er nou tegenaan. En vanuit die ervaringen, en dat is toch een andere aanpak dan we daarvoor hebben meegemaakt, wil zij een pakket met een pakket komen. En dan verwacht ze dat dat op voldoende steun van de lidstaten zal kunnen rekenen. Nou ja, zoals gezegd, die verwachten we. En alleen ze zijn er nog niet. Dus de kans van slagen voor de commissie is, ik denk dat ze, mevrouw Johansson, ik wil daarmee ook niet negatief zijn over vorige commissies, maar en vorige commissarissen, mevrouw Johansson is echt heel erg gemotiveerd om te zorgen dat ze goede gesprekken heeft met alle lidstaten bilateraal, goed de ideeën ophaalt en daarvan zorgt, haar best doet om te zorgen dat er een stelsel uitkomt wat inderdaad door iedereen gedragen kan worden. Maar goed, zo makkelijk is het niet, want er zijn, nou, ik hoef het mevrouw Karimi niet te vertellen, voorzitter. Daar lopen de gedachten nogal eens uiteen in Europa bij de lidstaten. Maar daar wordt hard aan gewerkt en zij is vooral heel erg gemotiveerd. En ook commissaris Schinas, net zo als mevrouw Johansson. Dus dat geeft mij het vertrouwen dat daar wat bereikt kan gaan worden. En dan is er de vraag van mevrouw Karimi, maar die is ook gesteld door mevrouw Stine en ook door mevrouw Vos en ook door mevrouw Huizinga. En dat is de kwestie van de kinderen, de minderjarige asielzoekers, minderjarige migranten die zich in Griekenland bevinden en meer specifiek op de Griekse eilanden. Het is misschien goed om daar even nog iets van cijfers te geven. Er zijn iets van 5500 minderjarige migranten in Griekenland in totaal. Op de Griekse eilanden zitten er op dit moment 1300. Dat komt omdat Griekenland zelf
allerlei kinderen, minderjarigen, verplaatst heeft, ook naar het vasteland. Dus we praten over 1300. Van die 5500 minderjarigen in Griekenland is 91% man, 9% vrouw. Van vrouw, man, ja, man, van de minderjarige man, minderjarige vrouw, dan zeg je mannelijk geslacht en vrouwelijk geslacht. Tevens is het zo dat 44% is afkomstig uit Afghanistan, 22% is afkomstig uit Pakistan en 11% is afkomstig uit Syrië. En het overige is afkomstig uit Bangladesh, allerlei individuele landen in meerdere of mindere mate. Maar u kunt zelf wel uitrekenen, 77% is dus bekend, zeg ik nu. En die andere 23% is ook bekend. Alleen dat zijn dan een paar van die en een paar van die. In Nederland hebben wij het kabinetstandpunt dat wij niet doen aan ad hoc oplossingen. Dat heeft mevrouw Karimi al gezegd, dat hebben ook anderen gezegd. Wij zetten in op het doorvoeren van structurele verbeteringen ten opzichte van de opvangomstandigheden en de asielprocedure en het realiseren van meer terugkeer. Wij zijn van mening, het kabinet, dat herplaatsing, dat mensensmokkel in de hand werkt en gezinnen stimuleert om kinderen vooruit te sturen. En hoe vreselijk dat ook is, dat is zo. En de ervaring leert, en er wordt vaak gesproken over Griekse weeskinderen, de ervaring leert dat het in heel veel gevallen niet gaat om weeskinderen, maar om vooruitreizende, alleenstaande adolescenten. En ik zeg expres adolescenten, want van die 5500 minderjarigen is 3800 daarvan zijn 16 en 17 jaar. En dat zijn adolescenten. Maar later wordt er ook gezinshereniging gevraagd. En daar hebben ze ook recht op om dat te vragen als dat zo is. En zo heeft bijvoorbeeld in Nederland, om het nog even als voorbeeld te noemen, in 2019 90% van de AMV's die een status hebben gekregen, een aanvraag ingediend voor nareis van familie, van gezin, ouders, juridische of biologische ouders. De AMV's op de Griekse eilanden is gevraagd door de Grieken of wij willen meehelpen aan opvang. Alle lidstaten. En zoals gezegd, Nederland, het Nederlandse kabinet is geen voorstander van een ad hoc oplossing. En waarom noem ik dit toch een ad hoc oplossing? Om dan 50, 100, zoals gemeentes vragen, 500 kinderen over te nemen, dat het ad hoc is. Omdat dat geen oplossing biedt voor de toekomst. Het biedt de oplossing ad hoc op dit moment voor die kinderen die daar zijn, misschien. Maar dat betekent niet dat wanneer er een volgende kinderen weer aankomen, dat het is opgelost. Wat een oplossing biedt is, en dat op die manier heeft het Nederlandse kabinet gezorgd, samen met de Grieken zijn we bezig om ervoor te zorgen dat dat in orde komt, dat er een goede voogdijsysteem komt in Griekenland voor de opvang van minderjarige migranten. We hebben in Nederland een hele goede organisatie daarvoor, dat is NIDOS. En die vangt de minderjarigen op. En die vangt de minderjarigen op als ze aankomen, die zorgt ervoor dat ze in de asielprocedure goed ondersteund worden. En die zorgen ervoor dat er onderwijs geboden wordt. Maar die zijn veilig in de bescherming van de voogdijorganisatie NIDOS. De Grieken willen heel erg graag dat wij diezelfde organisatie opzetten in Griekenland. En daar heb ik me aan gecommitteerd. Want dat betekent dat je iets structureels kunt doen voor Griekenland. Want die voogdijvoorziening is er niet alleen nu, die is er straks, maar die is er ook over zoveel jaar. Tegelijkertijd hebben wij gezegd van luister eens, en wij vinden ook dat er kinderen uit de situatie van de eilanden gehaald moeten worden naar het vasteland, naar een veilige opvanglocatie, gerund door Nederlanders. En daar hebben we, en
En daar kunnen we dan samen met de Grieken ook de voogdijvoorziening opzetten. En helemaal ook de Grieken trainen, de trainersprogramma om het zomaar te noemen. En we hebben daarvoor een mogelijkheid om een kleine 50 mensen, jonge mensen, in een opvanglocatie op te vangen. Maar aangezien die, en die krijgen in die opvanglocatie onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, psychosociale begeleiding en juridische begeleiding. De juridische begeleiding is noodzakelijk vanwege de asielprocedure. Maar omdat ze in die asielprocedure dan begeleid worden, stromen er ook jonge mensen weer uit. Die zijn, hebben een status gekregen of die moeten terug naar het land van herkomst. En dan kunnen er telkens weer nieuwe minderjarigen van de eilanden in die opvanglocatie worden opgevangen. Terwijl ondertussen de Nederlanders van afkomstig van Nidos hard werken samen met de Grieken om het voogdijsysteem heel goed op te zetten en uit te rollen. En in zijn totaliteit hebben wij gezegd, wij financieren dat voor een periode in ieder geval van 3 jaar. Dat kost iets van een kleine 4 miljoen. Maar in die 3 jaar tijd kunnen in de opvanglocatie, en daar zijn modellen voor berekend, maar ik hou het aan de conservatieve kant, kunnen in 3 jaar tijd 500 jonge mensen van de eilanden naar het vasteland in een veilige opvanglocatie, waar de Nederlandse voogdijorganisatie bezig is om het voogdijsysteem voor de Grieken op te zetten, worden opgevangen. Het is heel sympathiek dat gemeentes zeggen van, geef ons, laat 500 kinderen naar Nederland komen. Maar ik zeg daar toch ook iets tegenin. Op dit moment hebben wij in de AZC's 6100 statushouders die niet gehuisvest worden in de gemeentes, waar de gemeentes wel toe verplicht zijn. Die statushouders zijn ook met minderjarige kinderen. En als de gemeentes zeggen van, doe ons die 500 minderjarige kinderen uit Griekenland, zeg ik ook tegelijkertijd, ik vind het een sympathiek gebaar, maar kijk ook even naar die 6100 statushouders die in de AZC's moeten verblijven, omdat het niet mogelijk is om naar de gemeentes uit te stromen, diezelfde gemeentes. Dit tot zover over de oplossingen die wij in Nederland, het Nederlandse kabinet, heeft gevonden samen met de Grieken om minderjarige asielzoekers op te vangen op het vasteland in een veilige opvanglocatie, ze te ondersteunen op alle mogelijke manieren met onderwijs, psychosociale hulp, juridische hulp, gezondheidszorg enzovoort. En tegelijkertijd voor nu en voor de toekomst, voor de Grieken, een heel degelijk naar het Nederlandse model voogdijsysteem op te zetten. Dan kom ik bij mevrouw Stienen. Die volgt naar de resultaten van de vorige commissie. Wat wordt meegenomen? En ik vermoed, voorzitter, dat mevrouw Stienen doelt op de resultaten in 2016 die behaald zijn. Ten aanzien van het pact. Ja, er waren 5 van de 7 onderdelen van het pact waren eigenlijk al in de triloog ook al klaar. Ja. Wat daarmee gebeurt, dat ga ik nog even zien. Nou, ik krijg hier een prachtig papier aangereikt. Met een rood labeltje eraan. De stand van zaken is dat over de asielprocedure is nog geen raadspositie. Over de Dublin, de asielprocedure, en dan is het een verordening, nog geen raadspositie. Dublin-verordening, geen raadspositie. Kwalificatieverordening zit in de triloog. De Eurodac-verordening in de triloog. De opvangrichtlijn in de triloog. De EASO-verordening nog geen raadspositie. En de hervestigingsverordening in de triloog. En het terugkeerrichtlijn is een partial general agreement. Nou, dat is het. Maar dat is ongeveer waar we uitkomen. Maar wat we terugnemen, wat meegenomen. Ik ben benieuwd waar de commissie mee komt, waar mevrouw Johansson mee komt. Eén ding is zeker, vorige keer is het allemaal stuk gelopen, toch voor een heel belangrijk deel op Dublin. Dat is niet gelukt om Dublin, of nee, niet alles is daarop stuk gelopen, maar Dublin-verordeningen hebben we niet kunnen herzien. En daar plukken we nu wel de wrange vluchten van. Je kunt ook zeggen, wat is Dublin een systeem waar we niks aan hebben? Dat zou ook kunnen.
Maar in ieder geval, dat is een probleem. Dan heeft u mevrouw Stine ook nog gevraagd over het VN-vluchtelingenverdrag. En daar is de heer Donner met een commissie heeft zich daarover gebogen. Wij hebben het rapport gekregen en de reactie van het kabinet is in de maak op dit moment. Dus binnen niet al te lange tijd hoop ik dat die boven water kan komen. Ik kijk even naar rechts. Over hoeveel tijd denk je? Voor het reces. Voor het reces. Voor het reces is die er. Maar hij heeft ook gevraagd van ja, komt dat in plaats van het nieuwe pact? Ik kijk ook naar het EVRM, waar staan wij als Nederland enzovoort. Het vluchtelingenverdrag. Oh, kijk eens. Wat is dat nou? Oh, dat is de volgende vraag. Het vluchtelingenverdrag, ik kan maar het hoort natuurlijk helemaal niet, maar toch iets vaags erover zeggen. Laat ik dit zeggen, in dat rapport wordt heel duidelijk ook vluchtelingenverdrag genoemd, maar ook verwezen naar EVRM, alle jurisprudentie enzovoort enzovoort. Het is een heel afgewogen rapport geworden van de heer Donner. Maar u krijgt daar dus, nou ja, voor het reces is over 4 weken ongeveer, komt de reactie van de kant van het kabinet. En daaruit blijkt dus duidelijk ook waar wij staan als Nederland in dit geheel. Dan kom ik bij... Mevrouw de staatssecretaris, ja? Mag ik u erop attenderen dat de eerste 45 minuten zijn om... Ja, ik vind het super interessant wat u vertelt. Kijk, we kunnen natuurlijk wel even doorgaan. Maar oh ja, moet ik gas gaan geven? Nou, als u dat zou kunnen, en dat kunt u volgens mij, heel graag. Ja. Nou, mevrouw Stien heeft nog een vraag gesteld over de legale migratie. Wat de positie van mij daarin is. Legale migratie, kennismigratie is belangrijk. We hebben tegenwoordig ook voor de start-ups migratie. En ik denk dat legale migratie een belangrijk onderdeel is van de arbeidsvoorziening ook in Nederland. We hebben iets van 80.000 mensen via legale migratie in Nederland. Mevrouw Vos heeft iets gevraagd over Dublin. Moeten we alles voortaan zelf behandelen? Het lastige daarvan is dat we dus iedereen die dan deze kant op komt, allemaal in de asielprocedure moeten nemen. En dat brengt wel wat met zich. De heer Van Hattem vindt dat we de eigen grenzen dicht moeten gooien. Daar heb ik zojuist in de plenaire zaal ook al met u over gesproken, meneer Van Hattem. Dat is iets wat, ik heb u gezegd, dat willen we niet doen en dat kunnen we niet doen. We willen het niet doen omdat we vluchtelingen die onze bescherming nodig hebben, die bescherming ook willen kunnen bieden. En we kunnen het niet doen omdat we gebonden zijn aan Europese regelgeving. En we praten nu over het GEAS, nou daar gaat het onder andere over. Wordt het avond? Oké. Mevrouw Huizinga, die heeft nog één vraag van mevrouw Huizinga. Velen reizen door en de zuidelijke landen hebben problemen. Help ze? Ja, ik wil best graag de zuidelijke landen helpen. Eerlijk gezegd denk ik dat wij dat ook wel doen, maar ik moet het ook niet bijvoorbeeld met Dublin. Naar Italië terugsturen onder Dublin is lastig. Naar Griekenland terugsturen onder Dublin is lastig. En dan hebben we dus, dan uiteindelijk komt iemand bij ons in de procedure. Wat een oplossing zou kunnen zijn, als wanneer iemand via Dublin in Nederland komt en het lukt en je kunt niet terugsturen, dan zou het mooi zijn als je rechtstreeks terug kon sturen naar het land van herkomst. Maar dat kan dan weer niet. Maar misschien kan dat in het pact. Hier laat ik het dan maar even bij, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de staatssecretaris. Nodig dit nog uit tot een nadere vraag? Als iemand een brandende vraag heeft, alleen kort, dus we gaan niet helemaal opnieuw beginnen. Mevrouw Huizinga. Ja, ik heb een hele kleine korte vraag. U zei Nederland staat op nummer 3 wat betreft het percentage van vluchtelingen die wel afgewezen asielzoekers die wel teruggestuurd worden. Ik was gewoon benieuwd, hoe hoog is dat percentage? Dat is omstreeks de 30-32%. Alles bij elkaar. Hè. Dat is dus ook zelfstandig vertrek. Dat is ook dat is inclusief mensen die op eigen kracht terugkeren naar het land van herkomst. Okay. Dus niet alleen maar gedwongen vertrek. En gedwongen vertrek, heeft u dat ook? Ik
Ik kan het navragen, ik heb het nu niet paraat. Ik ben best benieuwd, vooral omdat we daarmee dan op nummer 3 staan. Dus dat zegt dan wel wat... Nee, we staan in zijn totaliteit op nummer 3. In zijn totaliteit. Dus mensen die op eigen kracht terugkeren, die zelfstandig terugkeren... en gedwongen terugkeren. Ik dacht dat gedwongen terugkeer, maar... Dan is het goed, dan... Ja? Weet het? Iets van 30-32% in zijn totaliteit. Maar dat is dus een succesnummer in Europa. En dat is natuurlijk ook op zich ook niet best. Dank u wel, mevrouw Karimi. U had nog een korte vraag. Goed. Voorzitter. Oh, meneer Van Hattem, jij zat precies achter het lampje. Ik zag u niet. Meneer Van Hattem, een korte vraag alsjeblieft. Ja, ik had een vraag gesteld, niet alleen over het sluiten van de grenzen, maar ook de staatssecretaris zet nou in Europees verband om Brussel heel veel te laten uitvoeren. De Europese Commissie veel macht te geven richting andere landen. Maar is het niet veel verstandiger om zelf maatregelen te nemen, hier te versoberen, zodat asielzoekers niet meer deze kant op komen, in plaats van de bal bij Brussel te leggen? En verwacht u van Brussel ook de realiteit waar u zelf van uitgaat? Ja, voorzitter, wij zijn een van de landen van de Europese Unie en we hebben met elkaar afspraken gemaakt en dat geldt ook voor dit onderdeel. En dat betekent dat wij de Europese afspraken in acht moeten nemen en de Europese wet en regelgeving. Dank u wel voor uw beantwoording. Dan wilde ik graag blok 1 afsluiten en doorgaan naar blok 2 en dat is de IND uitvoeringscapaciteit. Ik kijk even op de klok. Kan de staatssecretaris zich daarin vinden als we doorgaan tot 6:30? Is dat goed? Goed, dank u wel. Ik zie instemmend geknik. Dan stel ik voor dat de staatssecretaris weer een inleidend praatje geeft. Ik geef een inleidend praatje. Dank voorzitter. Ik geef een inleidend praatje. Ja, de problematiek van de IND. Laat ik beginnen met 2015. Het is vrij recent, maar de IND bestaat al veel langer dan dat. Maar toch wel even 2015. In 2015 is de IND geconfronteerd met een ongelooflijke grote instroom vanuit Syrië, met name. U moet zich realiseren dat er toen iets van 55.000, 56.000 asielzoekers in één jaar binnen zijn gekomen. Ter vergelijking overigens, tijdens de Balkanoorlogen in jaren 94 kwamen er ook iets van 54.000 binnen. Hè? Dus het was, wat dat betreft was het niet uniek, maar het is natuurlijk een onwaarschijnlijke hoeveelheid. Wat ik het knappe vind is dat dat uiteindelijk gelukt is om iedereen in procedure te nemen, om voor iedereen opvang te verzorgen. En ik denk dat dat toch wel, niet alleen van Nederland, andere landen hebben het ook voor elkaar gekregen, maar toch wel een huzarenstukje is geweest. Maar toen kwam het volgende. Opeens werd het veel minder. Er kwam een enorme stilstand daarin. En toen is er opeens besloten om een deel van het personeel van de IND af te schalen. En dat is wel een beetje driftig snel gegaan. En zonder daarbij rekening te houden dat het misschien toch wel weer eens ook wel weer zou aanwakkeren. Want er werd namelijk toen verwacht dat het aantal asielvragen in de jaren erna op eenzelfde laag niveau zou blijven. Dat is enorm teruggelopen. En daar is ook onvoldoende rekening gehouden met de aanvragen die nog gewoon in portefeuille waren. En dus door een tekort aan voldoende opgeleid personeel in combinatie met een ook verhoogde asielinstroom. Onze instroom op dit moment is iets van 23.500 in 2019 geweest. Maar dat is geen 56.000, maar toch een grote instroom. En een financieringssystematiek die niet verder reikte dan de korte termijn. Het werd gewoon zo, of we nou praten over ad hoc, dat werd zo'n beetje ad hoc gefinancierd. Zijn die doorlooptijden bij de IND in 2018 en in 2019 steeds verder opgelopen. En daardoor is een groter aantal beslissingen van de algemene en verlengde asielprocedure buiten de wettelijke termijn gekomen. En als gevolg van de opgelopen doorlooptijden op met name spoor 4, we hebben drie sporen, we hebben spoor 1 is Dublin, spoor 2 is de veilige landers, spoor 4 is asiel algemeen, wordt de IND in toenemende mate geconfronteerd met ingebrekenstellingen en beroepen bij niet tijdig beslissen. Dat is een problematiek die afgelopen najaar
werd die langzamerhand duidelijk. Het is natuurlijk iets wat altijd bestaan heeft, maar er werd kennelijk geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden. En van afgelopen najaar kreeg ik te horen dat het om 6 of 7 miljoen aan dwangsommen zou gaan. Dat vond ik een heel groot bedrag. Maar begin van dit jaar bleek dat het nog veel groter was dan ik in je stoutste dromen kon denken. En hadden we het over 35 à 40 miljoen plus 1 miljoen per week wat erbij kwam. En als je dat doorrekent, kom je op iets van 70 of 100 miljoen in een heel jaar. Nou, dat is een hele, hele grote zorg. Tegelijkertijd is de grootste zorg natuurlijk dat geld is natuurlijk een hele grote zorg aan dwangsommen. Maar het andere is natuurlijk de allergrootste zorg, namelijk dat de asielprocedure niet in de normale tijd afgedaan wordt en dat het allemaal veel te lang duurt. Veel en veel te lang duurt. Het is ook heel verschrikkelijk voor de mensen die asiel vragen hier, dat het wel 2 jaar kan duren voordat je je eerste gehoor hebt. Dat is niet goed. En daarom heb ik van het najaar gezegd van jongens, ik wil gewoon hier onderzoek naar laten doen. We moeten dit anders aanpakken. En toen heeft ze een opdracht gegeven aan het bureau Significant Public. En die heeft een onderzoek gedaan naar met name de asielprocedure in spoor 4, in de uitvoering daarvan. En dat heeft toegeleid tot een rapport wat ze op 21 februari jongstleden aan mij hebben aangeboden. En daar komt eigenlijk als conclusie uit, ik zeg het nu heel simpel, er staan heel veel interessante dingen, belangrijke dingen in, maar waar het met name op neerkwam is geen sturing, of liever gezegd onvoldoende sturing en onvoldoende planning. Nou, en dat leidt ertoe dat wanneer je dat dus wel doet, dat je veel gestructureerder en vlotter de asielprocedure kan doen. Toen nadat het rapport was verschenen, werd dus duidelijk wat voor bedragen aan dwangsommen komend jaar, nu 2020, bij ik tegemoet kan zien. En dat is echt verschrikkelijk. En toen heb ik ook een taskforce ingesteld. Dus ik heb eerst Significant Public dat onderzoek laten doen. En daar zijn dus helderheid gekomen. En ook die hebben ook gezegd hoe dat aangepakt kan worden. Tegelijkertijd heb ik, naar aanleiding van de enorme bedragen aan dwangsommen, een taskforce ingesteld om ervoor te zorgen dat met welke middelen dan ook, zonder de zorgvuldigheid te verliezen, want die moet in acht genomen worden ten opzichte van degene die hier asiel aanvragen, om die achterstand weg te werken. En nu is het zo dat er een knip gelegd is op 1 april. Alle asielverzoeken die ingediend zijn voor 1 april worden door de taskforce behandeld. En alles wat vanaf 1 april in de voorraad is gekomen, dat moet gewoon binnen 6 maanden afgedaan kunnen worden. Tenzij er natuurlijk procedures zijn of wat ook. Maar de termijn die ervoor staat is 6 maanden. En daarvoor is de taak 6 maanden. Wat betreft die zaken, het gaat weer, duisternis slaat toe. Wat betreft die zaken die dus voor 1 april, waar dus de enorme achterstanden op zitten, daar de taskforce heeft als opdracht, en die zijn daar druk mee bezig, om dat eind van het jaar voor elkaar te hebben. Ondertussen is het wel zo dat ik een tijdelijke wet dwangsommen naar de Tweede Kamer heb gestuurd. En ik hoop ook dat ik die aan uw Kamer op een gegeven moment, ik hoop binnen afzienbare tijd, kan voorleggen. Omdat wij vinden dat het toch niet helemaal de juiste prikkel is om te zorgen dat de IND zijn werk goed doet. De prikkel moet op een andere manier gevonden worden. Maar op deze manier proberen we dit enorme, ja, toch nadeel ook voor de Nederlandse staat. Nogmaals, wij moeten zorgen dat het goed gaat lopen. Maar door de maatregelen die ik heb genomen, ga ik ervan uit dat we met ingang van 2021 de zaken vanaf 1 april op orde hebben. En de zaken uit de voorraad van 14.000 zaken, die dus allemaal met te lange doorlooptijden zaten, dat we die dan ook hebben opgelost en dat we dan op een goede, effectieve manier onze asielprocedure kunnen doen. Dat was uw inbreng, mevrouw de staatssecretaris. Ja, dank u. Goed, dan denk ik dat ik maar weer gewoon een rondje maak, maar nu begin ik andersom. Dan begin ik eerst bij mevrouw Huizinga van de ChristenUnie.
gepareerd. Ik dacht, ik heb nog lang de tijd om een vraag te bedenken. Maar zo voor de vuist weg, voorzitter. Ik heb me afgevraagd, u zegt ik stuur die wet toe, u zegt dat eigenlijk zelf ook wel. Ik heb me afgevraagd toen ik las dat de dwangsommen werden afgeschaft. Toen vroeg ik me af of dat nou, dat klinkt een beetje als, we hebben als het ware straf, want we hebben het niet goed gedaan. En nu doen we de straf weg. Maar ik begrijp nu uit wat u zegt, tegelijkertijd bent u ook echt bezig om te zorgen dat het opgelost wordt. Die dwangsommen hoeven niet betaald te worden, maar het geld bent u misschien wel kwijt aan de taskforce om die behoorlijk zijn werk te laten doen. Want 14.000 zaken in eigenlijk zo'n 9 maanden tijd, nog korter denk ik. Dat is een ongelofelijke bult werk. En vanaf 1 april wordt het dus regulier binnen 6 maanden. Als dat nou werkt, dan zou je denken dat u de zaak op orde heeft, maar u zegt zelf al, een dwangsom is niet een goede prikkel, er moet een andere prikkel zijn. Wat zou die prikkel dan moeten zijn? Welke prikkel zou nodig zijn voor de IND om te zorgen dat ze vanaf 1 april wel goed gaan werken en dat het niet op een gegeven moment weer oploopt? Want ik heb begrepen dat het ook voor een deel de reden is dat er te weinig mensen zijn. Dus ik neem aan dat u de IND ook weer op gaat schalen. Maar dat ze ook de neiging hebben om de makkelijke zaken het eerst te pakken en de moeilijke te laten liggen. Dat heb ik gehoord. Daar hoor ik graag een reactie op. Kijk, dat is geen handige manier natuurlijk. Maar misschien heeft u daar een antwoord op. Dank u wel, mevrouw Huizinga. Wilt u soms direct antwoorden? Want jij krijgt de indruk dat u dat graag wilt. Nou, misschien is dat heel handig, voorzitter. Allereerst, één ding had ik nog niet gemeld, maar ik weet niet of u het weet, maar in het regeerakkoord stond dat de rechtsbijstand in het eerste deel van de asielprocedure zou worden afgeschaft. Die opdracht lag op mijn bord toen ik deze functie aanvaarde. Maar nu is het zo dat we dat wel overeind laten en de dwangsommen dus afschaffen. En dat betekent dat, want je kunt dus kijken van de bescherming van de asielzoeker. Ja, die werd beschermd door rechtsbijstand in de eerste procedure. Maar die wordt nu, hebben we gezegd van, oké, de dwangsommen schaffen we af. Maar de bescherming, rechtsbijstand in het eerste deel van de asielprocedure, die laten we staan. Dus het is misschien toch wel goed om dat even helder te maken. Uitstekende beslissing. Nou, dank u wel. En het punt wat u zei, mevrouw Huizinga, eerst doen we de makkelijke zaken, doet IND de makkelijke zaken en dan de moeilijke zaken. Dat is nou juist niet het geval, want daardoor zijn er ook, dit is, gaat gewoon wie het, laatst komt, het laatste, hè, die stapel gaat zo. En als je het iets efficiënter aanpakt en zegt van nou degene waarvan je bijna zeker weet dat ze asiel kunnen krijgen, hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar Syrië, hè, in het verleden, nou dan zou dat wat... Dan kun je dat sneller afdoen en dan hoef je niet, wat nu heel vaak het geval is, dan wordt er heel lang gewerkt, terecht, aan een ingewikkelde zaak. Maar dat betekent dat die makkelijke dingen ook in de stapel komen voor de dwangsommen. Dus dat is dus niet, uw gedachte daarover was niet helemaal correct. De prikkel, daar wordt nog hard over nagedacht, ook binnen het ministerie. We hebben een aantal prikkels die we kunnen bedenken, maar we moeten de meest effectieve prikkel boven water vissen. Maar dat er eentje komt, staat dus een paal boven water. Dat was het ongeveer toch. Hè? De inzet van de taskforce wilde u ook nog weten, geloof ik. Nou, die inzet van de taskforce is, en het personeel, want u vroeg u ook nog naar van het personeel van de IND. De IND heeft een structurele bijdrage gekregen in de financiering van 100 miljoen. En dat is al is in 2019 gekomen en sindsdien kon de IND iets van 350 FTE extra aannemen en daar zijn ze nu mee bezig. Maar die extra FTE die moet wel opgeleid worden, dus het is nog niet allemaal operationeel. En wat een blessing in disguise is in deze, moet ik wel eerlijk zeggen, het feit dat we de coronacrisis hebben gehad, waardoor er de afgelopen weken minder instroom is geweest, die mensen kunnen allemaal ingezet worden om te helpen om de achterstand in de IND weg te werken. Dus kortom, er wordt aan alle kanten hard aan gewerkt. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Hattem.
Dank u, voorzitter. Allereerst, ik vind het zeer betreurenswaardig dat die rechtsbijstand voor asielzoekers toch nog verstrekt blijft worden. Maar mijn vraag is eigenlijk, in hoeverre wordt er ook iets gedaan aan het procedure stapelen? Want we horen net dat er ook 8, 9 keer soms opnieuw iemand in procedure komt. En in hoeverre legt dat druk bij de IND? En is de staatssecretaris ook bezig om op dat vlak maatregelen te nemen? Want ik heb straks al verwezen naar het boekje van onze oud-collega Fritsma. Die schreef in 2007 al over die problemen bij de IND. En we zijn 13 jaar verder en we zijn eigenlijk nog niet heel veel opgeschoten wat dat betreft. Dus wanneer wordt dat procedure stapelen ook eens aangepakt? Ja, voorzitter, die wordt ook al aangepakt. Kijk, dat iemand meerdere keren asiel kan vragen, dat is de Europese regelgeving. Dat is nu een keer zo. Maar tegelijkertijd hebben we de HAZA's. Dat zijn de HAZA's, dat zijn de herhaalde asielaanvragen. En daar zijn we veel strenger mee geworden. Die wordt pas in aanmerking genomen als alle papieren helemaal ingevuld zijn. Dus als het niet volledig ingevuld is, nou, dan krijg je hem terug. En dan moet je zelf wel zorgen dat het in orde komt. En het is ook zo dat voor de HAZA's moet je in persoon naar Ter Apel komen om dat aan te vragen. En dat blijken hele, hele nuttige elementen te zijn om te zorgen dat je die stroom ook wat vermindert. Goed, dank u wel. Dan zou ik graag het woord willen geven aan mevrouw Vos. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, staatssecretaris. Ik heb twee vragen. Over de commissie Meijer. Die ziet niet in waarom asielzoekers op dit moment anders zouden moeten worden behandeld in deze coronatijd. En ik ben ook wel benieuwd of de regering het eens is eigenlijk met die aanbeveling van de commissie Meijer. En ook, ik vervolg daarop, er zijn nu veel minder asielzoekers door het sluiten van de binnengrenzen. Ik weet niet of de commissie Meijer dat zei, maar betekent dat niet dat ook de IND nu eigenlijk veel meer ruimte heeft om inderdaad veel van de bulk af te werken? En dat we dus juist door die eigenlijk dip in het aantal aanvragen, we ook vanzelf wel een grote inhaalslag kunnen maken. En nog een heel korte vraag. Ik had begrepen dat die taskforce elke 4 weken zou rapporteren. Maar volgens mij de laatste rapportage is van 7 weken geleden. Komt dat nog? Of wordt dat ritme weer hervat? Ja, voorzitter. Wat betreft de commissie Meijer. Ik had de vraag niet helemaal goed gehoord van mevrouw Vos. Maar dat de mensen anders behandeld worden in verband met corona. Ik weet niet of mevrouw Vos daarop duidt dat we op het moment dat corona, dat zeg maar Nederland dicht ging, hè, de intelligente lockdown op 15 maart, dat gezegd is van luister eens, ook de asielprocedure gaat dicht, althans grotendeels. Mensen kunnen zich, die in Ter Apel zich melden, worden niet daar in het AZC opgenomen. Wel worden de belangrijke gegevens genoteerd en iemand kan ze ook aangeven dat hij asiel wil vragen. Maar toen hebben we een alternatieve locatie weten, een noodopvanglocatie gevonden. Want er was één ding, stond als een paal boven water, waarvoor we moesten zorgen dat we geen coronabesmettingen naar binnen kregen, voor zover we daar zelf voor konden zorgen. En de mensen die aankomen lopen om zich te melden in Ter Apel, weten we niet waar ze vandaan komen, hoe het precies met de gezondheid is gesteld enzovoort. En toen hebben we een heel mooi terrein van Defensie kunnen gebruiken. Dat is de Zoutkamp. Maar de Zoutkamp is 25 mei hebben we die weer dicht kunnen doen, omdat toen de problemen dusdanig waren opgelost dat we konden zeggen van nou, we hebben zoveel voorzieningen kunnen treffen in verband met de RIVM-vereisten, dat de gewone aanmelding weer door kan gaan, gewoon de procedure weer kan starten in Ter Apel. Maar de Zoutkamp heeft dus op die manier ervoor gezorgd dat we wel de mensen konden opvangen, maar niet in het AZC in Ter Apel zelf, maar alles is geregistreerd. Dus die mensen zijn in zoverre ja, iets anders behandeld, dat ze niet meteen in de AZC zijn gekomen, dat ze ook niet meteen een aanmeldgehoor hebben gekregen. Maar voor het overige zijn ze gewoon goed opgevangen. De andere vraag van u was, is er ruimte ontstaan? Er is ruimte ontstaan bij de IND door dat vanwege corona. Ja, nee dus. Want vanaf 15 maart konden er geen aanmeldgehoren, geen gehoren meer enzovoort. Ook de IND is zeg maar dichtgegaan vanwege corona.
Op 6 april hebben we gezegd, we moeten gaan kijken of we weer wat kunnen gaan opstarten. Maar er zijn enorme voorzieningen moeten er getroffen worden. Want het werk van de IND is heel erg contactgebonden. Er moeten gehoren gehouden worden. De ruimtes zijn, de kamertjes van de gehoren zijn te klein, dus er moeten er grotere ruimtes zijn. Plexiglas enzovoort. En er is nu ook, wordt er heel hard gewerkt aan telehoren. En die techniek is overgenomen vanuit de strafrechtketen, waar dat heel veel voorkomt. En daar kunnen we enorm goed, de IND enorm goed gebruik maken van die deskundigheid. En dat is nu, het opstarten daarvan kostte even tijd, maar dat is nu heel goed aan de gang aan het gaan. Dus daar komt nu echt vaart in. Maar u moet zich realiseren dat vanaf 15 maart tot eigenlijk begin mei alles stil heeft gelegen bij de IND. Wat wel nog kon doen, schriftelijk werk van beroepen en dergelijke bekijken. Maar voor het overige was het helemaal stil. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van joh, ze hebben daar, er is ruimte ontstaan in die periode. Want in die periode kon er ook niks. Het is nu, is iedereen hard bezig om te zorgen dat we zoveel mogelijk weer ons werk goed, het IND het werk goed kan doen. En ik wij hopen half juni dat met telehoren en ook in ruimtes die groot genoeg zijn voor de gehoren, dat we iets op 350 gehoren per week kunnen komen. Maar het is, u leest het overal, het opstarten van wat stil heeft gelegen, ook in de ziekenhuizen, is lastig. En dan de rapportage van de taskforce. De taskforce is ook het onderdeel geweest wat ook last heeft gehad van de corona. Vanaf 15 maart heeft ook de taskforce niks kunnen doen. Behalve zorgen dat ze nadenken en dingen gaan regelen enzovoort. Het zijn administratieve zaken, maar werkelijk aan de slag om de achterstand in te lopen. Maar daar gaat nu ook, de turbo gaat er dus nu op, want dat moet wel. Zo zit het in elkaar. Goed, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Stienen. Ja, dank u wel. Even een disclaimer. Ik heb zelf, toen ik bij Buitenlandse Zaken werkte, 7 jaar lang asielmigratie gedaan. Onder andere op de ambassades van Cairo en Damascus. En altijd op een hele goede manier met de mensen van de IND samengewerkt. En ik vind het ook heel belangrijk dat we ook vanuit dit huis erkenning geven voor het ingewikkelde, moeilijke werk dat mensen moeten doen. En toch heb ik een aantal kritische vragen. En dat gaat niet zozeer over de mensen, maar meer over de structuur vanuit de IND. Dus dat vind ik wel belangrijk om vooraf gezegd te hebben. Wat mij opvalt, ook in het verhaal van de staatssecretaris, is de observatie over, ja, ik noem het toch maar, weglopende kennis. Er worden mensen aangetrokken, er wordt kennis opgebouwd, dan komen er minder mensen aan. Ik hou niet van het woord instroom, mensen zijn geen water, maar er komen er minder mensen aan. Dan worden mensen weer ontslagen, dan worden weer uitzendkrachten die vaak toch niet het benodigde opleidingsniveau hebben. Dus ik zou wel een wat meer diepere analyse willen van de staatssecretaris. En als dat nu qua tijd niet kan, dan zou ik daar wel een brief over willen. Op wat langere termijn, hoe kunnen we nou de IND echt, ja, een van de weinige begrippen die ik begreep bij economie was de varkenscyclus, vind ik ook een rot woord. Maar in tijden van crisis heb je vaak te weinig. En als het dan een tijd niet zo heel erg crisis is, dan lijken er te veel mensen. Dus de weglopende kennis en het probleem van uitzendkrachten en tijdelijke contracten. De tweede vraag die ik daarover heb is de adviescommissie Vreemdelingenzaken, weer een disclaimer, daar heb ik ingezeten, heeft net een heel bijzonder rapport uitgebracht over weten is meten. Of in elk geval, zij hebben een hele mooie aanbeveling over het gebruik maken van de European Asylum Support Office. De EASO, dat daar eigenlijk heel veel mee samengewerkt zou kunnen worden. En ik denk dat je daar ook als IND profijt van kan trekken. Dus ik weet niet of de staatssecretaris daar al iets over kan zeggen. Waar mijn fractie wel bezorgd over is, is als je dingen meer gezamenlijk gaat doen op EU-niveau, laten we wel zijn, in die 27 lidstaten zijn de gedachten over geseksualiseerde vormen van geweld als een reden voor asiel, of mensen die uit de LHBT-groep komen als een reden voor asiel, liggen soms wel wat anders. Dus wij zijn een beetje bezorgd over de laagst gemiddelde deler die dan straks de informatie gaat bepalen. Dus daar ben ik ook benieuwd naar hoe de staatssecretaris dat ziet. Dank. Ja, om met dat laatste te beginnen, van de LHBTI en ook bekeerlingen en dergelijke, hè, waar u het over heeft.
Ik zou niet weten hoe de laagste gemiddelde deler daar van invloed. Nederland heeft wat dat betreft het landenbeleid wat moet bepalen of groepen mensen of LHBTI of bekeerlingen of wat ook hebben. In Iran bijvoorbeeld christenen vervolgd worden of wat. Dat is het landenbeleid en op basis daarvan wordt het beleid ook heel goed uitgevoerd. En daar zijn er speciale personen bij de IMD waar nog eens een keer ook degene die de gehoren doen nog weer eens een keer extra de problemen aan kunnen voorleggen en dergelijke. Maar het is niet zo dat wij nu op dit moment, ik dacht niet dat we daar moeten zeggen van we gaan het in Nederland anders doen omdat ze het bijvoorbeeld in Hongarije op een andere manier benaderen. Als u dat bedoelt? Nee, maar het gaat me er vooral om, stel dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de kennisverwerving en analyses van een gemeenschappelijk Europees agentschap, ja. Dan zou dat wellicht wel kunnen. Ik merk gewoon in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa dat als je ergens het woord abortus inzet, dat dan ineens heel veel landen of delegaties daar heel moeilijk over kunnen doen. Dus ik kan me best voorstellen dat er bepaalde thema's zijn die in andere landen dan Nederland wat gevoeliger liggen. Nou ja, u weet dat de IND ook een expertisecentrum heeft, de TOELT, de TOELT. En daar wordt wel gebruik van gemaakt. Dat is het vergaren van landinhoudelijke informatie en lokale informatie en ik weet allemaal niet wat. En dat centrum bereidt individuele onderzoeken voor. Maar de echte landenonderzoeken worden uitgevoerd door het ministerie. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen, mevrouw de voorzitter, hoef ik mevrouw Stine niet te vertellen. Want dat doet het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar het expertisecentrum maakt dus ook allerlei informatie beschikbaar. En die ontsluit ook openbare landeninformatie. Maar tegelijkertijd gebruikt de IMD ook die informatie van EASO. En het biedt ook EASO trainingen, doen ze mee en ik weet allemaal niet wat. Dus op die manier. Maar luister eens, wat betreft de IND, met TOELT hebben ze echt een expertisecentrum waar ze hun kennis goed voor gebruiken in de hele asielprocedure. Dus ik denk dat uw angst, maar als u mij nu vraagt, wilt u vast even reflecteren op het ACVZ-rapport, zeg ik nee, dat ga ik niet doen. Ik heb het vorige week donderdag aan het eind van de middag ontvangen. Ik heb het 10 dagen geleden ontvangen. En die reactie die komt nog op het ACVZ-rapport. Dus we gaan dat nog goed bekijken. En dan gaat het met name over hoe zit het met de informatie over de landen, of een land veilig is of niet veilig is. Maar nogmaals, de IMD zelf heeft een heel goed expertisecentrum. En dat expertisecentrum maakt ook gebruik, literatuuronderzoek, maakt ook gebruik van de UNHCR enzovoort enzovoort. Maar ze hebben wel zelf een idee. Maar uiteindelijk, het landenbeleid op dit moment is gestoeld op de verklaringen, landenbeleid van het Buitenlandse Zaken. Alleen het lastige is dat natuurlijk niet ieder half jaar is er eentje over hetzelfde land. Want ik hoef u niet, voorzitter, ik hoef mevrouw Stine niet te vertellen dat gewoon veel tijd en inspanning vereist. Dus als wij dus vragen soms of ze van een landenbeleid, of ze dat sneller kunnen doen. Omdat we zien dat daar juist het slechter gaat met een land of het beter gaat met een land of wat ook. Dus en wat betreft die weglopende kennis met de in- en uitstroom. Ja, ik zeg het toch maar de in- en de uitstroom. Dat is natuurlijk wel gebeurd in die periode van het afschalen. Maar sinds die structurele financiering die gekomen is met die 100 miljoen, wordt er hard gewerkt om te zorgen dat er voldoende capaciteit is. En wordt er ook hard aan gewerkt om te zorgen dat de mensen die aangesteld worden bij de IMD, dat die daar ook een goede functie hebben. En het is niet zo dat nu we willen juist niet dat hobbelende gedrag hebben van als er morgen 5000 minder komen, hup, dan gaan er weer een heleboel uit. Het is bedoeld dat het structureel is en het rapport van Significant doet daar ook aanbevelingen over om dat op een goede manier te doen. We hebben natuurlijk ook nog de flexibele asielbeleid, daar zijn we ook mee bezig. Maar dat gaat meer om huisvesting, maar ook om dit soort zaken. Dat je wat dat betreft het zo toch op een harmonieuze manier organiseert dat de organisaties
opgewassen zijn tegen meer en minder instroom. Even een voorbeeld voor het COA bijvoorbeeld. Dat als daar een huisvestingslocatie is, een AZC, dat die ook gebruikt als het minder, als er minder instroom is, dat die ook gebruikt wordt bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten of voor studenten of wat ook. En dat je op die manier die locaties flexibel kunt houden. Maar zo wordt er aan gewerkt, omdat via die flexibele asielstroom, om dat op die manier proberen te regelen, maar significant komt, heeft er ook echt aanbevelingen over gedaan. Ik hoop van harte, voorzitter, dat iedereen ook het rapport heeft van significant. Dat heeft u allemaal, oké. Okay. En dat waren uw vragen volgens mij. Ja. Ja. Goed, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Karimi. Ja, dank u wel, voorzitter. Vooraf even dat eigenlijk wij als Kamercommissie hadden verzocht om een technische briefing door IND. En ik moet zeggen, in mijn parlementaire ervaring was mij nog niet gebeurd dat een bewindspersoon dat weigert. En zegt van, nou, weet je wel, ik kom zelf. En technische briefing wil ik niet. Ik moet zeggen, dat betreur ik zeer. Want juist de punten die u zegt, capaciteit, gebrek aan sturing, gebrek aan planning. Dat zijn allemaal, zeg maar, die bevindingen van significant. Dat allemaal onderwerpen zijn waar ik in ieder geval graag een beetje de diepte in was gegaan. Een beetje meer gewoon in detail, technisch, zonder politiek te worden, de vragen hebben willen stellen. Nou, helaas, dat heeft u niet gedaan en dat wil ik gewoon zeggen dat ik dat betreur. Tweede is ook eigenlijk de communicatie van de staatssecretaris met ons. Ik heb net ook in de plenair iets gezegd, maar ook ten aanzien van de vragen die wij stellen. Ik moet zeggen, ik heb me enorm gestoord aan antwoorden die wij krijgen waar na 5 maanden, na 6 maanden, nadat wij allerlei hele secure, precieze vragen gesteld hebben. En dan komt er een antwoord van, ik heb een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, dat is dus, dat weet u dan. Ik moet het zeggen, dat zou echt anders moeten, zou ik graag aan de staatssecretaris mee willen geven. Nou, nu derde punt, en dat is in aansluiting op wat mevrouw Stienen ook zei. Natuurlijk spreken we nu heel specifiek over IND, maar die besluiten over de bezuinigingen, om een korte termijn gefocust te zijn, allemaal onder politieke verantwoordelijkheid van bewindspersonen genomen. En dat is iets wat wij ook moeten vasthouden. En het is belangrijk om die politieke verantwoordelijkheid ook te nemen. Want anders, als je dan alleen maar focust op die uitvoerende organisatie, misschien vergeet je dat er ook een bewindspersoon is geweest die daar gewoon gebrek aan sturing heeft laten zien. Dus ik zou graag een reflectie van de staatssecretaris willen, ook voor politieke verantwoordelijkheid daarbij. Nou, dan heb ik inhoudelijk een paar van die vragen kan ik stellen, want ik had veel meer gedetailleerde vragen, maar ik stel dan deze. En onder andere gaat het om het besluit om die taskforce verantwoordelijk te stellen voor die asielprocedures die voor 1 april zijn. En dan na 1 april wel binnen wettelijke termijn af te handelen. Daarbij heb ik ook in een van uw brieven gelezen dat u de wettelijke termijn vanwege corona heeft met 6 maanden verlengd. Betekent dat nu dat eigenlijk de wettelijke termijn voor die asielprocedures van na 1 april 1 jaar is en niet 6 maanden? Begrijp ik dat goed? Of is en blijft 6 maanden? Dat zou ik graag willen weten. En tweede is bij die taskforce zaken. U zegt van, daar zou het dan tot het eind van het jaar eigenlijk alle die zaken die bij taskforce nu onder hun verantwoordelijkheid valt, dat die dan tot het eind van dit jaar moeten afgerond zijn. Wat is er dan prikkel, als u zegt dat is niet dwangsom, maar wat is dan het prikkel dat het dan wel tot eind van het jaar dat afgerond is? En mijn derde vraag, voorzitter, gaat over dat dwangsom. U heeft het dus voorstel nu ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State is daarin ook heel erg kritisch.
Maar dat betekent nu, zolang we een nieuwe wet niet hebben, dat gewoon dwangsom doorgaat. Dus wat is nu uw verwachting ten opzichte van dit jaar? Wetende dat u de wet misschien voor het reces ook niet eens heeft. En who knows, misschien na het reces ook niet. Dus dat betekent dat dat stukje wel doorgaat. En dat betekent dat dat wel de prikkel, hoop ik wel, voor IND aanwezig is. Want ik ben het met mevrouw Huizinga helemaal eens. Je kan niet zeggen dat dat... Mevrouw Karimi, wil u afronden? Ja, zeker. Dat ik dan dwangsom werk, dat kost ons te veel, dus wij schaffen het af, maar niet als overheid leveren. Want als overheid moet je wel blijven leveren. Ja, voorzitter. Allereerst het punt van de technische briefing. Het is zo dat er werd een technische briefing gevraagd. En technische briefings geven wij altijd heel graag. Maar in dit geval was het wat moeilijk. Want het bureau Significant heb ik opdracht gegeven om de asielprocedure door te lichten zoals die gaat. En daar is een heel kritisch rapport uitgekomen. Dan moet je niet aan het hoofd van de IND gaan vragen om een technische briefing te komen geven. Dan had u... Significant kan een technische briefing desnoods geven. Maar of dat helemaal in het systeem past, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan moet je het bureau hebben die daar een briefing, die een rapport heeft geschreven over hoe de IND functioneert. Ik denk dat dat belangrijk is. En omdat ik verantwoordelijk ben, ik ben degene ook die gezegd heeft, ik wil een rapport op laten stellen. En dat is Significant geworden, dat is dat rapport geworden. Heb ik gezegd, als u een briefing wil hebben daarover, wil ik die geven. Maar dat is de reden waarom dat zo gelopen is. Dus het is geen weigering van technische briefings, want die zijn we te allen tijden bereid om te geven. Alleen dit was een ander geval. Dan wat betreft de communicatie. Nou, mevrouw Karimi, voorzitter, was ook aanwezig zo net in het plenaire debat. Ik heb het boetekleed aangetrokken over de nadere memorie van antwoord. Dat is niet goed gegaan. En ik heb ook gezegd dat... wij er echt voortdurend op inzetten om te zorgen dat we alles op tijd kunnen beantwoorden. Het lastige is vaak dat je van meerdere onderdelen afhankelijk bent en die hebben allemaal hun werk. En dan blijft het tussen twee diensten hangen of het gaat heen en weer. Het kan ook tussen meerdere ministeries. Er zijn antwoorden die met andere ministeries samengesteld moeten worden en dat kost gewoon tijd. Maar ik geef u graag toe, voorzitter, aan mevrouw Karimi, dat het iets is waar ik echt vind dat we beter moeten presteren. Beter en op tijd. En het kan niet zo zijn dat daar maanden overheen gaan. Ben ik helemaal eens. Dus we doen ons enorm ons best om het beter te hebben. Wat betreft die politieke verantwoordelijkheid, en u wou daar de reflectie van de STAS over. Ja, dan kan ik u zeggen, die heb ik genomen doordat ik gezien heb afgelopen najaar dat ik een onderzoek moest laten doen. Omdat ik vond dat er dingen niet helemaal liepen zoals ik denk dat ze zouden moeten lopen. En daarom heb ik opdracht gegeven aan het bureau Significant Public om dat onderzoek te doen. Daar heb ik dus mijn politieke verantwoordelijkheid genomen. Vervolgens, toen bleek dat de dwangsommen gigantische bedragen gingen lopen. En dat is de Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk uit wiens portemonnee het moet komen. Heb ik ook de verantwoordelijkheid genomen door de taskforce in te stellen. Dus die politieke verantwoordelijkheid heb ik genomen. Als u zegt van jullie had moeten opstappen. Ja, dat is een verantwoordelijkheid die ik niet heb genomen. En ook niet neem. Omdat ik denk dat het goed is dat we wel gewoon zien waarvan je zegt van hey, dit moet anders, moet beter. Nou, dan doen we dat. Gaan we doen. En dat is mijn reflectie op de zaken zoals ik die gezien heb van het najaar en ook van het voorjaar om dat te doen. En dan wat betreft de taskforce, de wettelijke termijn wordt met 6 maanden verlengd. Ja, maar het is natuurlijk wel zo... Die 6 maanden termijn loopt tot 1 november aanstaande. En het geldt ook voor de zaken waar de 6 maanden termijn nog niet verstreken is. Dus we hebben gezegd tot 1 november. Dus als u zegt, ja, het was een heel jaar later. Nee, dat is niet zo.
Dus op die manier hebben we dat, is dat gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Europese Commissie op dit punt heeft geboden. En dat moet ook, want we hebben gezien dat vanaf 15 maart bij ons, maar het geldt ook voor alle andere lidstaten, de asielprocedure gewoon stil heeft gelegen. En dan kun je wel zeggen, ja, nou, dan moet het dan toch maar binnen die 6 maanden. Maar als 2 maanden stil ligt, is het natuurlijk toch wel een beetje moeilijk om het dan te doen. Voorzitter, om dat goed te begrijpen, dat is in technisch, hè, maar om het goed te begrijpen, betekent voor diegenen die dan na 1 april een asielverzoek hebben ingediend, tot eind november of begin november, de termijn wordt 1 jaar. Begrijp ik het goed? Ja, dan wordt het 6 maanden plus 6 maanden. Ja. Het wordt 1 jaar. Ja, maar tegelijkertijd vind ik, die mogelijkheid is er. Maar tegelijkertijd vind ik dat er zoveel als mogelijk is, moet gewerkt worden aan het wel binnen die 6 maanden houden. Want we hebben 1 keer, of we hebben de afgelopen tijd, zijn we dus uit het spoor geraakt, om het maar zo te zeggen, met die zaken die dus veel te lang duren. En dat moeten we niet hebben. En als we dan wel de mogelijkheid hebben via Europa om het iets te verlengen, zeg ik, ja jongens, maar zorg toch dat je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgt. Want datgene wat we met die 14.000 zaken moet ik niet nog eens hebben. En de prikkel voor de taskforce, ja, de prikkel is voor de taskforce is ongeveer dat ze wekelijks bij mij rapporteren en ook bij de secretaris-generaal wat de stand van zaken is en hoe het ermee gaat. En daar wordt echt zwaar op gelet hoe de vorderingen zijn. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Degene die de taskforce leidt is plaatsvervangend hoofd IND geworden. En die zorgt ervoor dat die taskforce, dus echt een speciaal iemand voor, die zorgt ervoor dat die taskforce die task die er is, voor elkaar kan krijgen. Maar nogmaals, ook de taskforce heeft last gehad van corona. Maar desalniettemin blijven we koersen op eind van het jaar. En wat mijn verwachting is met betrekking tot de dwangsommen. Voorzitter, ik vermoed zomaar uit die vraag dat mevrouw Karimi een bedrag wil horen van mij. Dat weet ik niet, maar in ieder geval tot nu toe was het 35 miljoen dit jaar. Maar ik vrees dat het wel eens veel meer zou kunnen zijn. Omdat we nog steeds grote bedragen verbeuren wekelijks aan dwangsommen. En ik moet ook zeggen dat als die tijdelijke wet dwangsommen zou kunnen worden aangenomen in Tweede en Eerste Kamer, geldt die niet voor degene voor wie al een ingebrekenstelling is ingesteld. He, dus als je al ingebreed, dan, want dat zou natuurlijk een hele rare gang van zaken zijn. Tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan kijk ik even naar mevrouw Nanninga. Ja, dank u wel, voorzitter. En wij kijken erg uit naar die wet dwangsommen die ons te zijner tijd zal bereiken. Korte vraag. Ik spreek met enige regelmaat medewerkers van IND, het dienst terugkeer vertrek. Zij spreken vaak hun frustratie uit over mensen uit landen als Somalië, Angola, et cetera, waarvan mensen moeilijk teruggestuurd kunnen worden over het algemeen. Die dan binnen hun consulaatvertrouwelijke of ambassadevertrouwelijke gesprekken kunnen voeren met hun ambassadeur of consul. En zij vermoeden dat er vaak wel een en ander misgaat in het kwijtmaken of niet bewijsbaar maken van hun nationaliteit. Herkent de staatssecretaris dit, voorzitter? En kan zij daar een licht op laten schijnen of deze problematiek bekend is en wat eraan wordt gedaan? Dat was mijn vraag. Ja, voorzitter, wat mevrouw Nanninga bedoelt te zeggen, als ik het goed begrijp, van goh, er zijn mensen die zeggen dat ze geen papieren hebben. Er zijn ook geen papieren gevonden in de bagage of waar dan ook. Maar uiteindelijk als puntje bepaalt, je komt best wel papieren hebben. Zie ik het zo goed? Voorzitter, met permissie. Niet helemaal, dat er ook een stuk medewerking soms in zit vanuit diplomatiek personeel hier. En die gesprekken zijn vertrouwelijk, die zijn achter gesloten deuren. En daar lopen die mensen tegenaan. Voorzitter, van dat laatste heb ik geen enkele indicatie.
Wat we wel weten, en dat is niet nieuw, dat is al sinds jaar en dag is dat het geval, dat het soms voorkomt dat iemand zegt geen papieren te hebben, die geen papieren heeft, die zijn ook niet gevonden. En als puntje bij paaltje komt, komt er toch iets boven water. Maar wat betreft diplomatieke vertegenwoordigingen hier in Den Haag, moet ik u zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Goed, dan ga ik naar de laatste vraagstelster en dat is mevrouw Adriaanse. Heeft u nog een vraag? Ja, daar zit ik de hele tijd heel hard op te puzzelen. Maar ik heb nog wel een kleine opmerking. Want als er iets niet goed gaat, zoals het ging met de doorlooptijden en de dwangsommen die opliepen, dan gaan we met z'n allen heel hard nadenken over waar het dan aan ligt. En waar we volgens mij ons heel erg bewust van moeten zijn, is de rolverdeling die we hebben. Nou, u heeft aangegeven dat daar een heleboel gebeurt en dat er heel veel onderhanden is en heel veel is aangepakt. Dus daarvoor respect. En dan is het volgens mij ook goed kijken wat voor indicatoren en wat voor verwachtingen wij kunnen hebben die realistisch zijn, zodat wij weer onze rol kunnen vervullen of die gehaald worden. Als we dan discussies hebben over prikkels en wat mensen in beweging zet, dan denk ik, volgens mij moeten we vooral kijken waar wij hierover gerapporteerd willen worden en welke middelen dan worden ingezet. Die moeten dan dienen tot het doel en dan ben ik heel benieuwd wat dat dan zal zijn. Maar ik vind niet dat wij te veel over die prikkels moeten praten, wat effectief is of niet. Daar één ding over gezegd heb ik dan ook een vraag. U gaf aan, ik heb significant dat onderzoek laten doen, dat hebben wij ook kunnen lezen. Dat zit ook heel erg op het operationele niveau, hè, wat er allemaal niet goed gaat in die procedures. En tussen de regels door zei u net iets volgens mij heel cruciaals, namelijk dat er iemand een andere rol is gaan vervullen in de organisatie van de IND. Mevrouw Stine zei ook wel iets over de structuur. Ik heb het dan meer over de persoon van de manager of van degene die daar de rol vervult. Volgens mij is het belangrijk dat we een volledig, dat het aan alle kanten klopt. En ik zou graag uw visie vernemen op hoe u daartegen aankijkt. Want het is niet alleen het logistieke proces. Het is ook niet alleen de dwangsom of de prikkel. Het zit hem in alle factoren die maken dat het proces loopt. Ja, voorzitter. Ik begrijp de vraag van mevrouw Adriaanse zo dat ze inderdaad zegt, het is de organisatie als geheel, dat is personeel, dat is de structuur van de organisatie enzovoort. En dat is ook precies waar het rapport significant, althans voor dat deel waarvoor ze zijn ingehuurd geweest, hè, ze, voor dat deel van hun opdracht, naar gekeken hebben. En er is ook speciaal iemand aangesteld, die is plaatsvervangend hoofd IND geworden, ook met de opzet, 1, om de taskforce te leiden en 2, ook om de gedachtes en de ideeën van significant en wat zij nodig vinden, dat moet veranderen in de organisatie, om daar leiding aan te geven. Dus daar wordt heel erg goed mee, de totaliteit van het, het is niet zo alleen maar van, hebben we wel daar een paar dingetjes geregeld. Nee, het is de totaliteit, maar dat is heel, ik moet ook tegelijkertijd, wil ik toch ook wel zeggen, dat is ook door mevrouw Stine gezegd, dat ik bewondering heb voor de manier waarop de medewerkers van de IND altijd hun werk doen en gedaan hebben. Maar het is goed om gewoon de organisatie als geheel goed te kijken van hoe kunnen we datgene wat door significant heel helder is weergegeven in het rapport, goed implementeren in het totaal van de organisatie. En daar wordt aan gewerkt. Maar dat is maar ook net begonnen, hè? Dat begrijpt u zeker ook wel, voorzitter. Ja, dank u wel, mevrouw de staatssecretaris, voor uw uitvoerige toelichting. Heeft een van de leden nog een brandende vraag? Meneer Van Hattem, wel kort alstublieft. Ja, dank u, voorzitter. Ja, één ding dat blijft toch een beetje knagen. Ik heb de staatssecretaris verschillende keren horen zeggen dat door de coronacrisis heel veel werk bij de IND volledig stil is blijven liggen. Bij bijvoorbeeld verhoren kan ik me iets bij voorstellen, maar ik neem toch aan dat er ook heel veel gewoon schriftelijke dossiers liggen waar bij de IND toch wel mee verder gewerkt kan worden en andere zaken die gewoon opgepakt kunnen worden, ook eventueel via thuiswerken en dergelijke. Is nou echt alles daar stilgelegd of is er ook nog gekeken van wat kan er wel actief voor opgepakt? Ja, voorzitter, ik heb dat wel gezegd. Ik heb gezegd dat bij de IND de gehoren, die konden geen doorgang vinden zodra de intelligente lockdown tot stand was gekomen, maar daarentegen schriftelijke zaken, zoals beroepen bekijken, beoordelen en dergelijke, dat is ongeveer 500 of 600 van dat soort zaken zijn schriftelijk behandeld. Die zijn rustig doorgegaan. Dus er is wel degelijk hard gewerkt, maar binnen de mogelijkheden die er waren, dus te gehoren. En dat is een groot onderdeel van de werkzaamheden
van de IND. Ja, dat was vanaf 15 maart niet mogelijk. Maar dat is weer opgestart. Maar die andere zaken, dus, die zijn allemaal rustig. Gewoon, er is normaal, wat dat betreft, zo normaal mogelijk gewerkt. Goed, dan denk ik dat we nu zo'n beetje aan het einde zijn van de vergadering. Ik zie niemand meer opspringen met een brandende vraag. Dan wil ik graag de staatssecretaris van harte bedanken voor haar uitgebreide toelichting. En niet voor haar praatje, ik bedoelde dat niet zo, maar ik kon niet op het woord komen. Dus ik hoop dat u mij dat wil vergeven. Nogmaals, hartelijk dank voor uw komst naar onze commissie. Dank u wel.